Mijn naam is Bart Bronnenberg, ik ben hoogleraar marketing aan Tilburg University en mijn onderzoek richt zich op het conceptualiseren en meten van drie aspecten van consumentenvraag. Het eerste is de vorming van voorkeuren over producten en diensten en daar zal ik zo nog iets verder op ingaan. Het tweede is zoekgedrag, ofwel wat zijn de afwegingen die consumenten maken als ze incomplete informatie hebben over hun opties en wat zijn de gevolgen daarvan op hun aankopen. Het derde betreft de effecten van de schaarsheid van tijd op consumentenkeuzes. Wat leert dit ons bijvoorbeeld over de vraag naar gemak? Als illustratie van de eerste onderzoekstroom meet ik hoe consumenten voorkeuren vormen voor duurzaam geproduceerd voedsel. Bijvoorbeeld voor plantaardige melkvervangers, zoals in de grafiek achter me. Waarom, als je kijkt naar deze grafiek, is dit zo anders voor verschillende generaties? Deze en andere resultaten van mijn onderzoek zullen inzetbaar zijn voor het bedrijfsleven en de politiek om een transitie naar duurzaam geproduceerd voedsel te helpen bespoedigen. Als wetenschapper voel ik me vaak bevoorrecht. Bevoorrecht dat ik mijn nieuwsgierigheid naar deze eindeloos complexe wereld mag volgen. Mijn onderzoek richt zich op vragen over de relatie tussen wetenschap en samenleving en over hoe wetenschap het samenleven mede vormgeeft. Ik heb bij deze concerns ingezoomd op de genetica en mijn fascinatie voor het vakgebied binnen verschillende domeinen mogen volgen, binnen laboratoria, de medische en de forensische praktijk. Maar de genetica heeft me ook attent gemaakt op het persistente probleem van ras en racisme. En samen met een team getalenteerde wetenschappers onderzoek ik dit probleem op diverse terreinen, zoals dus de forensische opsporing, maar ook kwesties van de koloniale objecten. Denk aan menselijke resten die in onze musea huizen. In mijn recente onderzoek hoop ik nieuwe inzichten te ontwikkelen en nieuwe zienswijzen te stimuleren over wat normaliter Europa's migratiecrisis wordt genoemd. Met een team onderzoekers wil ik de aandacht verschuiven van Europa naar de plekken waar mensen vandaan komen, om niet alleen de bewegingen van deze mensen die we blijkbaar niet willen, maar ook van de dingen die we begeren te kunnen onderzoeken. Denk aan dingen als fosfaat, olie, zout of het water dat in een tomaat besloten zit, die in de woestijn wordt geproduceerd en hier in de supermarkten te krijgen is. Wat is de relatie tussen de gemakkelijke gang van deze dingen en de mensen die aan de grenzen van Europa stranden? Mijn naam is Cas Mudde en ik ben hoogleraar politieke wetenschappen aan de University of Georgia in de Verenigde Staten. Mijn onderzoek richt zich primair op de vraag hoe liberale democratieën zichzelf kunnen beschermen tegen politieke uitdagers zonder daarbij hun eigen normen en waarden te ondermijnen. Ik richt mij hierbij primair op uiterst rechtse en populistische ideologieën en partijen in Europa en Noord-Amerika. Men kan hierbij denken bijvoorbeeld aan de Amerikaanse president Donald Trump of de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Ik probeer niet alleen in kaart te brengen wat de gevolgen en de gevaren van de opkomst van uiterst rechts en populisme is voor liberale democratieën, maar ook hoe liberaal-democraten zichzelf kunnen verweren daartegen en liberale democratieën kunnen versterken.